Ondertussen verwelkomen we nietsvermoedende voorbijgangers met een wel heel enerverende haarbehandeling door een beginnende leerling van de kapperschool. Hallo, goedemiddag. Hoi Anna. Hallo. Hallo, goedemiddag Anna. U komt voor de gratis behandeling? Loopt u maar even met me mee. Een gratis behandeling, die laat je niet lopen natuurlijk. Zo. Kunt u uw hoofd in de wasbak leggen? Ligt dat goed zo? Een beetje onderuit. Ja. Moet u dat doen voor je opleiding? Ja. Ja, dit is mijn eerste praktijkdag, dus dat is wel heel leuk. Ja. En nog leuker is de dokter Bouwer haarcreme, waar ze op haar eerste praktijkdag mevrouw een speciale behandeling meegeeft. U zult merken dat hij echt heel lekker gaat tintelen. Echt een lekkere, verfrissende nieuwe crème. En dat tintelen is niet voor niets. Begint het al een beetje te tintelen? Ja. Ja, hè? Het is een lekkere crème zo. Ja. Mag ik dat eens zien, wat u gebruikt hebt? Want het tintelt inderdaad wel. Ja, natuurlijk. Lekker. Ik zal hem even voor u pakken. Kijk eens, alstublieft. Deze mevrouw zit bij ons in het complot en is erg onder de indruk van de crème. Wat is dat dan voor soort spul? Het is een soort haarmasker. Ja. En door dat tintelen brengt dat lekker in het haar. Ja. Dus kom ik zo weer bij u, oké? Zo. Eens kijken of de crème al geresulteerd heeft in een mooie haardos. En Anna, lukt het een beetje? Er komen allemaal haren los. Je hebt toch niet die crème gebruikt, hè? Jawel, hoezo? Je hebt toch niet die crème gebruikt? Jawel. Glatzkopf. Dat betekent kale kop. Dat is ontharingsmiddel. Betekent kale kop. Dit is ontharingsmiddel. Hou jij die handdoek er maar af. Jij gaat vegen. Blijf zitten. Er is niks aan de hand. Meneer, kunt u het eruit halen? Ja, ik ga het direct voor je uithalen. Nee, blijft u alsjeblieft even zitten. Jawel, blijft u even zitten. Geen paniek. Blijf even rustig zitten. Ja. Blijf even rustig zitten. Ja, moet u het eruit halen? Even rustig. Ik heb een perfect middeltje om dit op te lossen. Blijft u rustig zitten. Ik heb een middel dat helemaal prima is. Omdat... te regelen. Oh. Ik ga het er direct voor je uit. Zie je het? Ja. Daar is de camera, schat. Kijk u eens. Ach, mijn god. Ik schrik me. Deze hartverzakking. Ik dacht, moet ik morgen naar school, heb ik geen haar meer.